Beste wijkbewoners, gasten en iedereen die hier aanwezig is voor de onthulling van, ja, je kan zeggen het kunstwerk van Graan voor Vis. En in het bijzonder verwelkom ik even wethouder Marjolein Steffens, die namens de gemeente hier is en straks de officiële handeling zal verrichten. Zo'n 2 jaar geleden kwam binnen de wijkraad het idee op om te proberen Graan voor Vis een eikpunt te geven. Zo'n punt waarvan je zegt, ah, als ik dat zie, dan ben ik in Graan voor Vis. Graan voor Vis is een wijk die veelkleurig is, die wisselt van samenstelling met heel veel leuke bewoners. En het kunstwerk wat door Frans Bortner, Frans, even je hand omhoog, gemaakt is. Dat voldoet precies aan de eisen die in januari de meeste stemmen kregen van de bewoners die toen afkwamen op het keuzemoment. Ik moet in ieder geval, voordat ik de microfoon direct aan Marjolein overhandig, nog even de gemeente heel hartelijk dank zeggen voor alle ondersteuning die wij in de afgelopen maanden van ze hebben gehad. Je kan rustig stellen, een wijkraad komt met een idee, maar je moet de gemeente wel meekrijgen om het idee te ontwikkelen. Nogmaals Marjolein, heel hartelijk dank daarvoor. Dankjewel. Ja, jongens en meisjes, dames en heren, ik vind het eigenlijk een eer dat ik hier mag staan om dit hele mooie kunstwerk te gaan onthullen. Ja, ik weet wel dat het mooi is, Frans, dus dat mag ik al zeggen. Maar vooral omdat ik het heel bijzonder vind hoe het tot stand is gekomen. Want u heeft het samen bepaald. Het is al heel mooi dat een wijkraad denkt, hoe kunnen we zoiets beeldbepalends neerzetten dat iedereen weet dat wij hier zijn. En dat we kleurrijk zijn in deze wijk en dat we divers zijn in deze wijk. Maar om dan een kunstenaar te vinden zoals Frans Bootner die ook zegt, nou dat ga ik voor jullie doen. Dat is eigenlijk nog meer bijzonder. En wat ik het mooiste vind is dat u met elkaar bent gaan praten en denken en uiteindelijk beslissen wat het moest worden. Welk figuur, welk model het beste past bij uw wijk. En ja, ik weet het ook niet wat het geworden is, maar ik zie de glinsterende ogen van een aantal mensen om me heen. En met name de enige die het wel weet, dat is weer Frans en jouw glinsterende ogen ook. En ik denk dat het ja, niks mooier dan dat u met elkaar gekozen heeft wat het moet zijn. En dat ik hier dan met Ger uiteindelijk het mag onthullen. En denk dat het daarom gaat. Dus naast jullie buitenspeeldag en het wijkfeest en de avondvierdaagse die er vandaag allemaal zijn. Wil ik vooral u zelf bedanken en u ook meegeven dat u in een prachtige wijk woont. Een groene wijk, een wijk met enorm veel verschillende mensen en enorm veel culturen en kleuren. En ik denk dat dat een verrijking is van elke wijk. Dus daar mag u trots op zijn en straks ook heel trots op dit mooie kunstwerk. Ik denk dat we daar heen gaan. Dank u wel. Kunt u mij filmen?